Lokhoff, Van de Kerkhof. Lokhoff. De kans van Wildschut, de rebound van Torissen. Nu is PSV voor het eerst bij Schrijvers en meteen goed ook. De hoekschop resteert. Van Duren. 8 minuten en 15 seconden gespeeld en het is 0-1. De hoekschop na die dubbele kans van PSV. Eerst voor Wildschut, dan voor Torissen. Het is de jonge Mart van Duren die de vrijheid heeft. Hij scoort zijn tweede doelpunt voor PSV dit seizoen. Johan Cruijff, 12e minuut. Het misverstand en de vrije doortocht voor Willy van der Kerkhof. Komt PSV op 0-2. Willy van der Kerkhof, Schrijvers. Torissen dan. Schrijvers. Cruijff weet dat snelheid geboden is. Jesper Olsen. Strafschop. Hier komt opnieuw Johan Cruijff. Olsen. En zo geeft Mulder de strafschop. Een klusje voor Ede Ophof. Typisch Ophof. Rechtdoor. Heel hard. Ajax mag niet mopperen. Het staat na een half uur op 1-1. Ronald Vanenburg en Jesper Olsen, zoals vaak, bij die hoekschoppen kort aan de rechterkant. Vanenburg. Ede Ophof. Voor Ajax nog geen 4 minuten na de rust. Een goede opening. Het vaste patroon bij de hoekschoppen van rechts. Vanenburg zet in. Ontvangt terug van Jesper Olsen. En dan is daar opeens, met zijn tweede goal van de wedstrijd, Ede Ophof. Hij brengt zijn totaal voor Ajax op 7. Poortvliet stond op het verkeerde been. Startte daardoor te laat, herstelt zich tegen Ophof. Gaat naar de grond. Mulder fluit. Het is niet onlogisch, want zoals Mulder in de eerste helft ongeveer op dezelfde plaats een strafschop gaf, kan hij nu niet anders dan PSV de strafschop te geven. De aanleiding nog eens. Eerst Jan Poortvliet, die doorzet in het duel met Ophof en dan neergaat. Kans op 2-2, Halvard Torissen. Nu is Schrijvers, die al veel gestopt heeft, kansloos. Brands op de uittrap van Schrijvers en het goede vervolg van Halvard Torissen. Dat moet de kans zijn voor Koolhof. Hij kan zijn reputatie waarmaken en doet dat. Het is niet te geloven hoe de verdediging van Ajax af en toe toch steken laat vallen. Uiteindelijk leidt dit tot Jurri Koolhof. Geblesseerd of niet. Zijn faam als kansenbenutter maakt hij nu waar. Het is zijn 18e treffer van het seizoen. 13 minuten resteren Ajax dan nog. En dat belooft wat. Ten opzichte van Feyenoord kan Ajax zich niet permitteren om de punten aan PSV te laten. PSV weet dat om mee te blijven doen voor het kampioenschap het hier die voorsprong moet vasthouden. Cruijff. Stevens is uitgekomen om Molenaar in te tomen. Dat lukt niet. Dan moet Doesburg komen. Die toucheert de bal. En het laatste tikje van Schoenaker. Het is 3-3 binnen een minuut. Doesburg komt en toucheert de bal wel. Dan lijkt het alsof Lerby al kan afmaken. Maar Schoenaker is het die het laatste tikje geeft. Partijen zijn weer gelijk.